De verarming van de samenleving is het hoofdprobleem waarmee de vakbeweging te kampen heeft, zegt Robbie Berenstein van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSEUR. De organisatie hield vandaag een spoedvergadering. Op agenda waren de situatie van de energiebedrijven Suriname, EBS, en de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Het terugdraaien van de collectieve arbeidsovereenkomsten, CAO's, door de regering zit de vakorganisatie zwaar op de maag. Aangegeven is dat niet geaccepteerd zal worden dat een gesloten overeenkomst wordt opengebroken door de regering. Coördinator van RAVACSEUR Robbie Berenstein zegt dat de president niet kan komen met de reden dat er geen geld is om zo de overeenkomsten teniet te doen. De lonen, ja, die komen uit de exploitatie van de bedrijven zelf, komt niet uit de overheidsbegroting. Ja. Twee, er zijn overeenkomsten. Dus men kan daar geen verandering in aanbrengen. Ja. En twee, drie, het is niet de schuld van die arbeiders dat er geen geld is. Ja. Moeten zij nu voor het gelag komen betalen? Er zijn een aantal corruptieschandalen geweest. Er is niet opgetreden. Ja. In het Surinaams gezegd. Ja. Men is nooit in staat geweest om die gelden terug te vorderen. Ja. We hebben een verschrikkelijk onrechtvaardig belastingssysteem. Ja. Waarbij wij als arbeiders het grootste deel van de belastingen betalen. Vormen om grote kapitaalsgroepen aan te spreken. Ja. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Ook nieuwe vormen zoals onroerend goedbelasting. Waarbij je veel meer inkomsten kan halen. Berenstein zegt verder dat de strijd voor het uitvoeren van de CAO's gewoon doorgaat. Men moet zich gewoon aan de overeenkomsten houden en de werknemers mogen er niet onder lijden, geeft hij aan. Ondanks de situatie in het land en de perikelen met de staatsbedrijven is Berenstein wel hoopvol gestemd. Ik hoorde een interview van de Nederlandse televisie met Grant. Bij die atleet, Shurendi Martina. En toen vroegen ze hem van, maar denk je dat je een medaille kan halen? En hij zei, als ik geen medaille kan halen, dan was ik hier niet gekomen, dan was ik hier gebleven. Om naar jullie te kijken. Dus, dus het is gewoon een parabel om aan te geven van, als we er geen geloof in hadden, dat we een verandering konden brengen, waren we ook niet aan begonnen. Ja? Kijk, dat is ons werk. Ja? En wij hebben het geloof dat uiteindelijk de arbeiders, de werkende klasse, gaat over decennia. Ja? Maar omdat ze bezig zijn met de rechtvaardige strijd, gaan ze altijd aan het langste intrekken. Ja, dus dat geloof is er. Aldus Robbie Berenstein, voorzitter van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSEUR. De organisatie hield vandaag een spoedvergadering en op agenda waren onder meer de situatie van de energiebedrijven Suriname, EBS, en de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM.